Om senioren burgers te gedenken in verband met Valentijnsdag heeft Stichting Bont en Blauw het U bent ook mijn Valentijn project uitgevoerd. Tijdens dit project zijn er 80 senioren burgers bedacht. Het idee werd geboren nadat er vorig jaar in het Fatima-oord en Huize Asiana een soortgelijk project door de stichting werd uitgevoerd. Nieuwsreporter Arantxa Swedo maakte voor u het volgende verslag. 14 februari, de dag van liefde, Valentijnsdag. En dan heb je stichting Bont en Blauw die zegt, weet je, de seniorenburgers mogen helemaal niet vergeten worden. In kader daarvan organiseren ze vandaag Valentijnsdag voor seniorenburgers. Komt u mee. Valentine is all about love. Het is alles wat met liefde te maken heeft. En het is niet alleen voor jonge mensen. Ook oudere mensen hebben liefde nodig. Ook oudere mensen willen het gevoel hebben van, hey, ik mag er best wel zijn, we houden van je. En daarom hebben we het initiatief genomen om een senioren Valentine activiteit te organiseren. En wat is de bedoeling ervan geweest? Of wat is de bedoeling ervan? Iemand schenkt aan een senior een Valentine cadeau. Dus als ik bijvoorbeeld een opa heb die, waarvan ik denk van nou, deze man verdient echt wel een beetje aandacht, nou, dan schenk ik aan die senior een Valentine cadeautje. En hoe doen we dat? We geven ze een lekkere massage. Beetje schouder, voet, hoofd, waar ze zeggen het maar, wat gebaseerd moet worden. En ook een voetbad. Dus de voeten worden gereinigd, de nagels worden geknipt. Als ze een lakje willen, krijgen ze een lakje. Dus het is een en al verwennerij op deze dag. En ze krijgen van ons een soepje, een snackbag en een roosje. Want dat moet een blijvende herinnering voor ze zijn. De seniorenburgers Ricardo Gordon en Glenda Watson zijn het met elkaar eens dat het zorgen voor een goede fysieke staat van eminent belang is. Het zorgt niet alleen voor het ontspannen van de spieren, maar draagt ook bij aan het gezond houden van het lichaam. Wel, ik ben zo blij met dit organisatie, met deze organisatie, dat ik nog eens happy kan voelen. Hè? Want je voelt je happy, heerlijk. Ja, ik vind dat net wat ze zegt, frequent eigenlijk. Omdat je soms met bepaalde dingen zit. Want kijk, bijvoorbeeld toen ik bezig was, voelde ik bepaalde plekken pijn. Maar normaal als ik loop, voelde ik het niet. Dus toen zei ik dan van, kijk, als je daar druk, dan voel ik wel pijn. Maar dus eigenlijk zouden, want ik heb haar ook nog gevraagd. Ze zegt, het hangt eigenlijk van jou af hoe vaker je het wil doen. Masseur Celsius Vieira stelt dat senioren burgers frequenter moeten genieten van een massage. Dit omdat bewegelijkheid door de jaren heen vermindert, wat kan leiden tot het afnemen van de spanning in de spieren. Het gaat om beweging, want dat is het stukje waarop wij letten vanuit de massage. Voedingsaspecten, dat laten we anderen over. Maar als het gaat om beweging, gaan we er vanuit één. Ouderdomsklachten, het eerste wat opvalt is dat de mensen klagen over ik heb pijn bij het lopen, ik heb pijn hierbij. En als gevolg van deze pijn zijn ze minder geneigd in beweging te komen. En het eerste waarop we de nadruk willen leggen, dus juist vanwege het feit dat je pijn hebt, moet je juist meer in beweging komen. Beweging zorgt ervoor dat de flexibiliteit behouden blijft. Natuurlijk heb je beweging en pijnklachten die van verschillende aard kunnen zijn. Als het een klacht is ten aanzien van de pijn, dat voortvloeit uit iets anders, waarbij ze op de arts zijn aangewezen, dan moeten ze inderdaad met de arts in contact komen. Maar als de arts je uitlegt van het zijn ouderdomsklachten, het is slijtage, dan moet je op basis daarvan weten dat het een pijn is waarbij je waarschijnlijk zal moeten leren leven. En leren leven met de pijn betekent dat je zoveel als mogelijk in beweging moet blijven, zolang als het lichaam het mogelijk maakt. Waardoor de klachten er wel zullen zijn, maar de bewegelijkheid blijft. Vieira geeft mee dat het belangrijk is te luisteren naar seniorenburgers. Want aan de hand van de waargenomen klachten kan er vervolgens werk van worden gemaakt om deze te doen oplossen. Ze moeten geen vergeten groep zijn omdat ze niet veel voor zichzelf kunnen doen. Aldus Vieira.